Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 3 december 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag in de uitzending Contestia zoals gebruikelijk. En op het laatst hebben we zeer smalbandige 8 PSK 125 rond 1000 hertz. Ja, natuurlijk heb ik gisteravond om 12 uur op 5 MHz geluisterd. Daarmee ging dat vanwege een hoog stoorniveau, dus alleen met de web-SDR. Signalen waren niet sterk. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar het lijkt erop dat Mike 0, Mike Papa Mike en Papa Alpha 3 Bravo Whiskey Kilo het eerste QSO, of op zijn minst één van de eerste QSO's hebben gemaakt. Precies op de seconde af na 12 uur en dat op 5404 kHz, een frequentie die ook in Engeland is toegestaan. Er liepen daarna diverse QSO's in zowel datamodus, CW als SSB. Vandaag overdag was het een gezellige drukte met meestal meerdere QSO's in het Nederlands. Er bestaat wat verwarring over of er nu LSB of USB gewerkt moet worden. Traditioneel werken amateurs boven 10 MHz met USB en daaronder met LSB. Een reden om vanwege de primaire gebruikers met USB te zitten is er eigenlijk niet. Lange tijd was 80 meter superdruk met beroepsverkeer en dan was het wel handig als amateurs in LSB zaten. Want was het USB, dan was het een professionele gebruiker of het was een piraat en dan wist je dat maar. Op 5 MHz was in het begin alleen USB toegestaan, vandaar dat in veel landen nog steeds USB gewerkt wordt. Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij zijn er nog meerdere landen met alleen kanalen die nog steeds alleen USB mogen gebruiken. In elk geval, als je met iemand wilt werken uit zo'n land, is het wel makkelijk, maar niet verplicht om zelf ook USB te gebruiken. Ik zat vanaf vandaag trouwens even zonder 5 MHz antenne. Er wordt gewerkt aan de weg hier voor mijn huis en in het kader daarvan worden ook de bomen gesnoeid. Bij eerdere gevallen lieten de bomensnoeiers mijn antennes gewoon zitten. Maar het waren een stelletje raggers, dat geloof je niet. Niet alleen mijn antennes moesten eraan geloven, maar ze knalden ook een lantaarnpaal ondersteboven. Ja, nou ja, goed. Antennes die zijn in 10 minuten opnieuw te spannen trouwens hoor. En de schade, nou, de antennes die hangen al 2 jaar. En meestal storten ze elke 2,5 jaar in, maar het op een nieuwe antenne kost 60 cent aan draad. Agentschap Telecom noemt de eind vorige week afgesloten WRC-15 op haar website in een artikel een succes voor Nederland. Agentschap Telecom maakt nu de balans op, zo schrijft het agentschap. Tijdens deze conferentie hebben 3750 afgevaardigden van in totaal 169 landen wereldwijde afspraken gemaakt over de bestemming van frequenties voor bijvoorbeeld mobiele telefonie en satellietcommunicatie. Deze afspraken vormen de basis voor nationaal beleid over het frequentiespectrum. Dit geldt voor het bedrijfsleven, de burger, maar ook voor hulpdiensten, luchtvaart en scheepvaart. Ja, en bij die burgers horen natuurlijk ook de zendamateurs, hoewel AT deze niet met name noemt in het artikel. Deze internationale afspraken moeten het schaarse beschikbare spectrum zo eerlijk mogelijk verdelen en storingen in het radioverkeer zoveel mogelijk voorkomen. Voor Nederland is de WRC 2015 succesvol verlopen, zo schrijft AT. AT noemt meerdere voorbeelden. Wereldwijd is er het voornemen om de 700 MHz band definitief voor mobiele breedband toepassingen te bestemmen. Daarnaast zijn op Europese schaal de 1427 tot en met 1452 MHz en de 1492 tot en met 1518 frequentiebanden hiervoor aangewezen. Ook de 3400 tot 3600 MHz frequentieband, ja daar zit een amateurband, daar ga je van stotteren. Op wereldwijde schaal worden die geharmoniseerd voor soortgelijke toepassingen, dus mobiele breedband toepassingen. Om in de toekomst vliegtuigen te kunnen volgen is tijdens de WRC een allocatie in de frequentieband 1087,7 tot 1092,3 MHz toegekend voor gebruik van Automatic Dependent Surveillance Broadcast, ADS-B. ADS-B signalen die vliegtuigen onderling of naar grondstations uitzenden gaan in de toekomst ook naar satellieten waardoor te alle tijde duidelijk is waar een vliegtuig zich precies bevindt. Het was agentschap Telecom die dit idee na de langdurige vermissing van het Malaysian Airways vlucht 370 toestel al snel opperde. Op satellietgebied is er ook het nodige aangepast. Zo vervalt in de satellietcoördinatieprocedure de Advanced Publication, de voorpublicatie van de technische karakteristieken van satellietsystemen voor een groot deel, en hoeven de betreffende administraties niet alle coördinatie- en notificatieinformatie meer per fax te sturen naar de ITU. Op frequentiegebied heeft de conferentie besloten om extra spectrum voor de vaste satellietdienst FSS ter beschikking te stellen in 14,5 GHz band.
Nederland stelde tijdens de WRC voor om onderzoek te doen naar een nieuw frequentiespectrum voor kleine satellieten met kortdurende ruimtemissies. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de zogenaamde Pico- en nanosatellieten met soms de omvang van slechts een pak melk. Dit voorstel kreeg veel belangstelling en er is besloten om studies te doen naar de frequentiebehoeften van deze satellieten. Indien nodig wordt mogelijk in 2019 nieuw frequentiespectrum voor deze satellieten aangewezen. Deze ontwikkeling biedt veel perspectieven voor de snel groeiende Europese industrie. Daarnaast ontziet het voorstel, wanneer het, zoals het ernaar uitziet, besloten wordt om frequenties buiten de amateurbanden te gebruiken, de 2 meter en de 70 centimeter band. Daar zitten nu meer dan eens niet-amateur pico- en nanosatellieten met hun frequenties. Op luchtvaartgebied zijn afspraken gemaakt over iets wat nu nog science fiction lijkt. Vliegtuigen uitgerust met raketmotoren die tot boven de 100 kilometer kunnen opstijgen, worden op verschillende plekken in de wereld ontwikkeld. Er bestaan echter nog geen internationale regels en frequenties voor deze zogenaamde suborbital flights. Nederland heeft er mede voor gezorgd dat ook naar dit onderwerp internationaal studie zal worden verricht. Tijdens deze WRC is daarnaast tegemoetgekomen aan de frequentiebehoeften voor de openbare orde en veiligheidsdiensten. In het Engels worden deze Public Protection and Disaster Relief genoemd, afgekort PPDR. Hiermee worden ze dus meer in overeenstemming gebracht met de wensen en de behoeften van deze tijd. Zo is er onder andere voor Nederland een meer uitgebreid afstembereik voor PPDR-apparatuur afgesproken. De tuning range 380 tot 470 MHz is uitgebreid met 694 tot 894 MHz. Het gaat hierbij dan onder meer voor apparatuur die door politie, brandweer, ambulancevervoer en rampen- en terrorismebestrijdingsorganisaties worden ingezet. Daarnaast is de betreffende ITU-R-resolutie meer techniekneutraal geformuleerd en zijn beperkingen als het specifiek benoemen van gedeeltes voor smalbandige en breedbandige communicatie niet meer opgenomen. Hierdoor kunnen landen dit zelf vrij invullen, wat de innovatie ten goede komt. In 2019 hebben alle radiodiensten zoals landmobiel, satelliet, omroep en wetenschappelijke diensten een agendapunt. Tijdens de WRC 23 zal worden gekeken of er in de band 470 tot 694 mobiel geïntroduceerd kan worden naast omroep. Ja, en dan in het Engels. Dutch Radio Hams get 60 meters at last, zo schrijft Southgatearc.org. Veron reports that radio amateurs in the Netherlands gained access to 5350 to 5450 kilohertz at 2300 UT Tuesday, December 2, 2015. The 5350 to 5450 kilohertz band, 60 meters, was incorporated into Netherlands National Frequency Plan, published in the Official Gazette on Monday, November 2, but until now Dutch amateurs have not been permitted to use it. Holders of the Dutch full amateur license are permitted to run up to 100 watts PEP. Veron is recommending that upper sideband is to be used in the new band. Apparently, Veron intends to submit a band planning paper for 5 MHz at the IARU Region 1 interim meeting, which takes place in Vienna on April 16 to 17, 2016. Nu.nl schrijft op gezag van Your DM dat SoundCloud een muziekbestand heeft verwijderd waarop niets te horen was, omdat er mogelijk sprake was van inbreuk op het auteursrecht. De track was geüpload door gebruiker DJ Detweiler en bestaat uit niets meer dan 4 minuten en 33 seconden stilte. Als titel stond er boven John Cage, 4 minuten 33, DJ Detweiler Remix. Een vermeende remix van een bekende compositie die op zichzelf ook geen geluid bevat. SoundCloud heeft het nummer van de website verwijderd en Detweiler op de hoogte gebracht van de mogelijke copyrightschending. JordiM maakt daaruit op dat SoundCloud op basis van titels het systeem doorzoekt op mogelijke inbreuken op auteursrechten, terwijl er iets wordt geluisterd naar de muziek. Doorzoeken van tekst is makkelijker en sneller dan het luisteren naar de tracks. Dat kost tijd en geld en volgens JordiM nam SoundCloud daarom de luie manier.